Het Rode Kruis Suriname heeft vanmorgen meteen gereageerd toen het BOG om hulp heeft gevraagd. Het gebouw dat is afgebrand accommodeerde namelijk ook de hotline 178 en die moest met spoed worden ontruimd. Het Rode Kruis heeft wat ruimte gecreëerd zodat de dienst daar gehuisvest kon worden. Glenn Wijngaard, de directeur van het Surinaams Rode Kruis, zegt dat zij direct hulp hebben aangeboden. De lijn 178 was voor enkele uren buiten werking. Volgens Wijngaarden is er meteen werk van gemaakt om de lijnen weer operationeel te krijgen. Ja, we hebben twee vergaderzalen hier. Eén van die vergaderzalen hebben we dus nu al direct beschikbaar gesteld. Dus daarin wordt een groot gedeelte ondergebracht. Er zijn nog twee andere ruimtes die wij al vanaf maart beschikbaar stellen. Waarbij dus hier de coördinator van het NIP, het Nationaal Immunisatieprogramma, die eigenlijk dus het vaccinatieprogramma uitvoert namens BOG, die zit hier bij ons. Die hebben de andere vergaderruimte hebben gezegd van oké, er moet nog een team komen, dat is het tracingsteam. Dat bestaat uit 4 mensen, dus die zijn niet 24 uur online bezig. Dus hij zegt van oké, die kunnen in de andere vergaderruimte van ons, wij noemen het trainingszalen, kunnen daar dan tijdelijk gaan zitten. Maar we gaan er alles aan doen dat die operatie rondom 178 zo snel mogelijk weer operationeel is. Naomi Emmanuel, coördinator van de hotline 178, zegt dat de hotline veel schade heeft ondervonden. Gelukkig konden enkele computers, telefoons en stoelen gered worden uit het gebouw. De afdeling werkt eenmaal 24 uur en zij moesten met spoed door de brandweer worden ontruimd. Ja, sowieso. Dus we hebben best wel ook wat hulp aangeboden gekregen van verschillende instanties. Teleperformance heeft ons wat donaties gegeven, want we zijn dus nu in een ruimte waar we dus ook ventilatoren kunnen gebruiken, een printer en nog wat andere spullen. Wat ook heel belangrijk is, wat verloren is gegaan, is al ons PPE-materiaal. Alle donaties die we hadden gehad voor het BOG, schorten, mondmaskers, handschoenen, dat is allemaal in de brand verloren gegaan. We hebben ook dat materiaal nodig voor de swap units van het BOG. We hebben het ook nodig voor de COVID-transportdienst. En dat allemaal hebben we verloren. Dus dat is wel echt een zware slag. Hoe we nu in Suriname ook weinig PPE-materiaal over het hele land hebben, is onze hele voorraad verbrand. En ook zuurstofcilinders hebben we ook verloren, yes. Naomi Emmanuel, coördinator van de 178 hotline van het BOG. De lijn was rond 12 uur vanmiddag weer operationeel. Telesuur en de Rosheuvel Partners Business Group hebben daarbij een belangrijke bijdrage geleverd.